Welkom bij First Class. Vandaag zal ik voor jullie maken een open ravioli met verse augurk, aubergines en aioli. Dus we gaan eigenlijk een soort van caviar maken van aubergine. We gaan eigenlijk met punt van ons mes mooie inkepingen maken in de aubergine. Wat zout, wat peper. De tijm die gaan we mooi ertussen steken. Ik heb eigenlijk de aubergines mooi ingesneden. Waarom? Omdat eigenlijk alle kruiding dan eigenlijk mooier in het product zelf gaat. Ook de olijfolie. Dus gaat dat nu allemaal mooi intrekken. Nu nemen we een beetje look. Look gaan we grove stukjes snijden. Gaan we er ook mooi tussen steken. Zo. We hebben een oven voorverwarmd op 200 graden. En nu gaan we de aubergines ongeveer een 20-tal minuutjes garen in de oven. Nu gaan we water opzetten om onze pasta te koken. Dus eigenlijk koud water, wat zout erin, wat olijfolie. De grill die gaan we ook al lichtjes opwarmen op het vuur. En terwijl ons water aan het opwarmen is, zullen we beginnen met de groentjes te snijden. Dus eigenlijk de verse augurk gaan we mooi midden doorsnijden. De mini aubergientjes gaan we ook mooi snijden. De groentjes die gaan we eigenlijk nu eerst gaan kruiden. Vooraf met peper en zout. Waarom? Zodanig dat alle kruiding mooi er gaat in trekken, gaat dat veel lekkerder zijn of dat je dat eigenlijk al aan een minuut doet. We gaan nog een klein beetje look aan toevoegen ook. En dat laten we ongeveer een 10-tal minuutjes staan om zo lekker te laten marineren. Ik heb hier wat koud water ook staan. We gaan nu de verse pasta vellen. Mooi lichtjes koken gedurende 1 minuut. Dan gaan we de gekookte pasta lichtjes afkoelen, koud water. En als je de pasta laat liggen in het water, dan gaat de pasta eigenlijk al het water observeren en dan gaat dat niet meer zo lekker zijn. Nu gaan we de pasta wat afdrogen met een neteldoekje. En nu gaan we de pasta mooi uitsteken met een ronde vorm. Nu gaan we de aubergientjes en de verse augurkjes grillen, dus onze grillpan die is mooi warm. Nu gaan we de pastavelletjes mooi op een geperforeerde plaat leggen, om de pasta dan eigenlijk straks, juist voor het doorgeven, op te warmen in de steamer. De groentjes die zijn ook mooi goed, die zijn ook mooi haar, lichtjes beet haar, maar nog juist een keer omdraaien. Lichtjes afwarmen met citroensap. Voilà, we zijn 20 minuutjes verder. En nu gaan we de aubergine er mooi gaan uitlepelen. De pasta die gaan we heel kort opwarmen. De voorverwarmde steamer. Ongeveer 30 secondjes, niet langer, want de pasta die is al gaar. Caviar, aubergines. We werken af met platte kaas. Wat aioli. Aioli die hebben we al eens gemaakt in een vorige uitzending. De recepten kunt u vinden op firstclass.tv. Een open ravioli met augurkjes, aubergines, platte kaas en aioli. Lekker vegetarisch. First Class, smakelijk en tot de volgende keer.